u heeft het vast al gevoeld. De lente hangt in de lucht, dames en heren. 's Ochtends zingen de merels al voluit hun lied. En daarom is het nu een stukje natuur naar de mensen toe met Jan Doeverdans. Ja, ja, Jan. Ja, ja, ja. Allereerst, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel, ja. Dit hebben we natuurlijk op de helft wel, denk ik. Op de helft al? Ja, bij 60 is het toch wel de helft, ja, denk ik. Ja, denk ik ook wel. We hebben ook iets voorbereid. Heb je iets voorbereid? Ik heb ook iets voorbereid. Dat gaan we nu doen. We gaan eerst iets anders doen. We hebben namelijk een gezamenlijk lied voorbereid. Ja. Oh, kijk. Jelte. Nou, het zal mij benieuwen. Allemaal. Hallo. Lang zal die leven. Oh, kijk. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Kijk eens wat we hebben. Wat een feest. Zie je dit, Tim? Misschien kan het even, dat mensen ook even kunnen kijken. Het is namelijk een hele mooie taart. Van een bekende retailer waarvan ik de naam niet mag noemen in deze uitzending. Nee. Lijkt wel een sneeuwgors. Is dat geen grijze Junco, dit? Oh, is een grijze Junco. Ja, dat ging toch veel van de grijze Junco? Ja, ik ben meer van de sneeuwgoos, daarom zeg ik dat het sneeuw. Maar het is een grijze Junco. Ja, die zat in Bijum. Ja, die zat in Bijum, hè? Die zat in Bijum, ja. Komt helemaal van over de Atlantische Oceaan. De sneeuwgoozen komen van halverwege. Die komen van Groenland en van IJsland. Deze taart, we gaan grijze even... Junco. Ik zal even twee stukjes afsnijden. Ja. Helemaal een bordje of zo voor ons hiervoor. We hebben precies 18 stukjes, volgens mij. Dus de mensen die op de eerste rij zitten, krijgen een stukje taart. Tadaa. Ja, zo gaat dat. Ik ga geen 18 stukjes snijden. Ik kan iemand even stukjes meesnijden? Jolijn Peters. Dames en heren, Jolijn Peters! Wow. Goed uit. Ja, dat is een heel mager applausje. Ik weet niet, Jolijn. Het ligt niet aan mij, hoor. Ik kondig je goed aan. Het is een enorm stuk taart. Die is voor de... Het is enorm dit, hè? Heb je honger? Dus een grijze Junco. Wie kan? Ik heb het staartje. Dank je wel. Zo, een klein stukje voor mij, hè. Ik ben aan de lijn. Is maar zeg maar, Jan, al die commotie om die kleine, die grijze Junco. Is dat terecht of niet? Nou, stelt helemaal niks voor, ja. Het is de vijfde keer dat er in Bijum een grijze Junco achter zit. De vierde keer? Ja, het begint toch een beetje typisch te zijn. Kijk, er zijn ook mensen die beesten in volières, hè. Dus er wordt tegenwoordig enorm gesleept met dit soort beesten. Is geen ontsnapte? Ja, dat zou dus kunnen. Ah. Dat staat er nooit op. Daarom ben ik altijd van het ringen aandoen. We worden gewoon weer verneukt. Want dan bewijs je, dan geef je zo'n beest een ISBN-nummer of een SOFI-nummer. En dan weet je, dit is deze Junco. Die heeft daar en daar groot geworden, is daarheen gegaan. Maar voordat dit echt verjaardagsvisite begint te worden, Jan. Ja. Hè? Met het gelul over je grijze Junco's. Ja, grijze Junco's. Je hebt ook iets voorbereid. Ik heb zelf iets voorbereid. Heb je nog iets bij je waar je mee kan klikken? Of wat het voor je... Hier. Alice in Wonderland heb ik voorbereid voor vandaag. Dit is de grootste suikerpot. Jan, deze bedacht die erbij zit, hè? Goed. Tegenkwam. Kijk, we zien nu, we hebben de suikerrunnen nu in de achtergrond. En op de links zie je de volgende maar. Dan zie je de snelweg. Die zie je nu wat beter. En dit lag vroeger dus helemaal vol. Helemaal chockvol met suikerbieten. Dit is het losterrein van de suikerbieten. En nu zat het er helemaal vol met... watersnippen. Verrassend. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus maar vroeger broeden daar dus deze beesten. Dat zijn visdieven. Die broeden nu vlakbij, naast de McDonald's. En ook bij Lijnco op het dak. Tientallen exemplaren jonge visdieven. Dus men denkt dat het heel belangrijk is om dat te behouden. Dit zijn de oude vloeivelden die aan het dichtgroeien zijn. Je ziet hier ook al riet komen. Daarachter de suikerpotten van de Suikerunie in Hoogkerk. Volgende maar. En dit... Nou, dit is een fuut met van die zebrajonkies. Eén zit op de rug. En dit is op de Pickardhofplas. Daar heb ik om twee redenen erin gedaan. Even de vorige nog, alstublieft. Want die vorige, die geeft aan, die fuut. De geoorde fuut broedde vroeger bij de suikerrunnen. Een hele zeldzame vogel in Nederland. En de Pickardhofplas, die hebben ze willen dempen, volgooien met rommel van de suikerrunnen. De zogenaamde tarra. De wat? Een tarra. Aan een suikerbiet, daar kleeft rommel, tarra, grond. Uh-huh. Dat is grond van de boer. De boer wil dat wel terug, maar de boer wil nooit geen grond van een andere boer terug. Nee. Dus als de suikerrune zegt, ik heb voor jou tarra, en de boer zegt, is dat mijn grond? Nee, dan hou je dat maar lekker zelf. En toen had de suikerrune bedacht, dat gooien wij dan in de Pickardhofplas. Die is toch 27 meter diep. Dus die hebben ze gekocht voor €1 in de tijd. En de gemeente Groningen heeft hem weer voor 1 miljoen teruggekocht. Om een natuurgebied van te maken. Wat een boeven. Het is gewoon een soort van shellcase in Groningen. Nou, het is erger. Want in Suikerunie gewoon. GroenLinks zei van, geweldig, de Suikerunie gaat een goede daad verrichten. Want het wordt natuurrijker en zo. Dus de Pickardhofplas was eigenlijk leuk. Maar juist de arme natuur is belangrijk. Dus het was een vergissing.
En toen werd de suikerunie verboden van, dat gaan we niet doen. Dus ga maar ergens anders heen met je tarre grond. En toen zei de suikerunie van, nou mag je hem terugkopen. En hebben ze dan weer gedaan. Niet voor een euro, maar voor 1 miljoen. Ja. Dus heeft ze hem niet gered. Suiker is inmiddels weg. Dit is wat er over is van die vloeivelden. Zit helemaal vol met vis. En het is natuurlijk ontzettend voedselrijk water. Want al dat spoelwater wat van die suikerproductie afkomt. Dat werd hier dan neergelegd en dat vloeide dan uit. Nou, je ziet hier volgende maar. Hè, onderaan heel veel aalscholven zijn van die viseters. Kijk, let vooral op die bek links. Dat is zelfs een paling is kansloos. En ik had gedacht dat misschien die bekkens wel goed zouden zijn om palingkwekerijen op te gaan zetten. He, dus, want we weten nog niet goed wat we ermee moeten doen. Er was natuurlijk een hoge dynamiek. He, dus er werd altijd nieuw water ingepompt. Het zit helemaal vol met eenden. Hiervoor wilde eend. Ik kan nog een wilde eend laten zien. Er zit ook heel veel visetende eenden als kuiveneend, tafeleend. Die broeden daar vroeger wel. He, dus nu is de vraag, wat gaan we doen? Want als we niks doen, volgende, he, dan gebeuren natuurlijk allerlei andere dingen. He, dus hier zijn ze de boomstoppen alweer aan het verwijderen. Men heeft bedacht van, nou, het is een tarra-terrein, dus weet je wat we doen? We gooien daar de baggerspecie uit het stadspark brengen we naartoe. 7 miljoen kuub. Dat is toch ongelooflijk. 7000 kuub wordt daarheen gebracht. En is de AOC Terra denkt van, nee, wij maken daar landbouwgrond van. Ze doen maar wat, Jan. Ja, ze doen dat. Er is van alles aan de hand. Jij zit hier gewoon. Hier is ongeploegd. Hier, dit waren allemaal struiken met heel veel bessen eraan. He, die heel goed geschikte vlierbessen. Geschikt voor zwarte vogels met zwarte koppen, de zogenaamde zwartkop. Daar kun je ook wijn van maken. Nee, dat hebben ze dan weer gekapt. Dan zijn ze een beetje aan het tuinieren. Hier heb je dan een zwartkop. He, dus ja, ik weet het niet. Misschien kun je biomassa gaan kweken. Want als je ziet wat er met de andere vloeivelden aan inmiddels gebeurt, is volgende. He, dan kijk, er wordt een wilgenmoeras. Dat is natuurlijk allemaal weer biomassa. Hè? Dus als je niks doet, dan krijg je dit. Er komen prachtige vogelsoorten in. Volgende, kijk nou eens aan. Hier, blauwborst. Moet je kijken. Wauw. Dat is een mooi vogel. Die broedt daar tegenwoordig ook al. Het is een blauwborst mannetje, witgesterde blauwborst. En die biomassa kun je dan eens in zoveel jaar eraf halen. En dan weer gebruiken voor houtsnipperdaken of voor inderdaad de productie. Er zijn ook nog 3 Duitse bunkers. Probeer ik ook al jaren een paar muurtjes voor te krijgen. Dat ze geschikt worden voor de volgende voor overwintering van vleermuizen. Is ook nog steeds niet gebeurd. Zou nu AOC Terra gaan doen. Is nog niet zo ver. Misschien dat het uiteindelijk goed komt. Het blijft zoeken van wat gaan we daarmee doen. He, dus want als je verder kijkt wat er allemaal nog voorkomt. Dit ziet heel smerig uit, lijkt olie. Maar die is niet, dit is dus kwel. Dit is een natuurlijk verschijnsel. Dit komt van het Drents Plateau, komt hier omhoog. He, op het suikerunieterrein, we hebben het ook in Stadspark. Daar zou je iets mee kunnen doen. Het heeft dus wel degelijk natuurlijke waarde. Wat kan ik met kwel? Ja, kwel, dat is grondwater wat van hoge van het Drents Plateau omhoog geduwd wordt in Groningen. En dat heeft ook een bepaalde kwaliteit van natuur. En daar kun je wat dingen mee doen. He, dus zoals? Een bepaalde kwaliteit. Een bepaalde kwaliteit. Maar natuur is vaak heel vaag. Okay. Dus ga er nou maar vanuit dat die kwel belangrijk is. En dat heb je op het suikerunieterrein. Ik krijg het wel een keer rond. Ja, maar kijk, de kunst is, let op, om hier wat mee te doen. Want dit is dan de achterkant van de wolkenfabriek. Daar zat er weer een torenvalk. Daar heb ik ook een plaatje van. Die vloog natuurlijk snel weg, maar die heb ik eerder. Ja, er zit ook een hoofd aan. Misschien dat je kunt laten zien. Dat is misschien lastig, maakt het niet uit. Dit zijn de klauwen van een torenvalk. Die broedt dan weer tegen het gebouw aan. Maar de echte kunst is, en dat is het laatste, heb jij nog nooit gezien. Oh. Een hangbrug in Groningen. Let op, kijk hier. Een touwhangbrug over een waterravijn heen. Waar hebben we dat nou in Groningen? Waterravijn is wel heel overdreven voor dit lullige slootje. Weet je wel hoe diep het daar is? 1,20 meter, meneer. Dat kan gewoon in staan, hè? Ja, maar word je wel nat van. Je gaat omdat je een mooie brug slaat met z'n allen voor wonen, natuur en werken. Dit is op de suikerunieterrein. Daar hebben we een hangbrug in Groningen. De 60-jarige Jan Doevendans. Welkom.